Beste luisteraars, welkom bij het programma De Nachtuitzending. En we heten u allemaal van harte welkom en hopen dat u ook bij ons blijft. U weet, het is een programma voor en door de luisteraars. De luisteraars die worden de gelegenheid gesteld om in elk geval hun verhaal te vertellen en andere luisteraars kunnen daarop reageren. Maar voordat we met dat programma beginnen, heb ik iemand aan de telefoon. Er is het gons natuurlijk om allerlei geruchten. En om die geruchten de kop in te drukken, gaan we dus praten met dokter Greb. Dokter Greb, goedenavond. Ja, goedenavond, Iwan en luisteraars. Goedenavond. Nou, het is onvoorstelbaar hoe men in Suriname op dit moment en in Nederland berichten verspreidt. En waarbij sommigen zelf allerlei condoleances versturen met betrekking tot, men zegt dus, dat de oud-president van Suriname, de heer Weydenbos, zou zijn overleden. Ik ga ook gelijk met de deur in huis vallen. Dat klopt niet. Ik heb vanavond om 6:30 tot 8:30 was ik bij de oud-president. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Ik ga de naam verder niet noemen. Maar hij leeft en het gaat. Hij is natuurlijk hier voor gezondheidsredenen. Maar ik wil des welligste het bericht ontzenuwen dat hij zou zijn overleden. Dat klopt. Nee, ik bedoel, maar... En ik weet niet waarom men... Kijk, het gaat om een publieksfiguur, maar er is nooit vanuit de familie dit bericht verspreid. En toevallig was ik bij hem en ja, ik liep net uit het ziekenhuis en ik kreeg ook die ongeruste telefoontjes van mensen hier in Nederland, maar ook uit Suriname. Dus ik kon ze geruststellen dat bericht totaal niet klopt. Ja, ja. Maar je vraagt je eigenlijk af hoe iemand moet ermee beginnen natuurlijk, want die verspreidt het via sociale media. Ja, het is altijd lastig om terug te herleiden waar de berichten vandaan komen. Maar ik zou gewoon afwachten. Ik zou zeggen van de familie, als er iets is, dan zal het altijd via de familie gaan en de andere instanties. Dus ik zou me daar niet te veel zorgen over maken. Ja, maar goed, kijk, sommige mensen maken zich wel zorgen en die vanwege het feit dat ze zich zorgen maken, worden de zaak alleen maar verergerd doordat zij ook weer vrienden gaan opbellen en appjes gaan versturen enzovoort, want zo gaat dat nou eenmaal. Ja, klopt. Maar daarom vind ik het fijn dat u me gebeld hebt. En ik lag eigenlijk al in mijn bed, maar ik zeg, dit is zo belangrijk. Dus ik moet wakker zijn, hè. Dus ik ben wakker geworden omdat we die afspraak hebben. Waardoor we dit, ik hoop dat men nu rechtstreeks van mij als arts heeft gehoord dat het bericht niet klopt. Ja, ja. En natuurlijk, ik kan morgen ook dood neervallen. Hè? We zijn net mensen, zeg ik. Vandaag ben je er, morgen ben je er niet meer. Maar in dit geval is het absoluut niet zo. Nee, nee. En u heeft dus bij het bezoek van ook niet een situatie gezien waarbij u denkt van, ik ben een beetje, het is twijfelachtig. Helemaal niet, hè? Nee, totaal niet. Totaal geen sprake van. En ik wist het ook niet toen ik daar was. Dus pas toen ik het ziekenhuis uitreed, kreeg ik allerlei die verontrustende berichten. Dus ik zei van nee, het klopt niet. Dan mag ik naar het Rijk der Fabelen verwijzen. En toen heb ik ook een paar mensen gebeld, appjes gestuurd van het klopt niet. En die zijn nu bezig om het verder te verspreiden. Dus vandaar dat ik het wel fijn vind dat ik even zelf kan reageren. Via uw medium, dus u kunt iedereen ruststellen. Het klopt niet. Okay. Absoluut. Oké.
Dr. Greb, ik wil u heel hartelijk dank zeggen, want we vinden het ook belangrijk dat de waarheid wordt gesproken, dat er dus geen onwaarheden worden verspreid, waardoor mensen zich ongerust maken en ook familieleden kennelijk zich ongerust gaan maken wanneer ze dit soort zaken horen en lezen. Dat klopt. En uw medium is altijd voor de waarheid, hè? Wat is waar, wat is onwaar. En als u de juiste mensen belt, dan wordt u de juiste informatie. We zijn in elk geval... Nogmaals bedankt en luisteraars, voor de derde keer, het bericht klopt niet. Absoluut niet. Oké. Dr. Greb, ik wil u heel hartelijk dank zeggen dat u dus de tijd hebt genomen om onze luisteraars en iedereen die het wil weten, de waarheid over de heer, de oud-president, te willen vertellen, de heer Weidenbos. En dat in elk geval op dit moment niks bijzonders of aan de hand is. Helemaal één. Oké, dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja hoor. Ja. Goedenavond en fijne avond. We hebben aan de telefoon niemand minder dan Lucia. Lucia, een hele goede nacht. Goedenacht, meneer Botse. Hoe is het met u? Dat gaat wel. Dus ik heb alleen maar vandaag hele vervelende berichten gehoord allemaal. Ja. Over het overlijden, het vermeende overlijden van de oud-president van Suriname, meneer Weidenbos. Vorige week was er ook al iets. Dus wij voelden ons weer geroepen als Radio Tamara om daar een eind aan te breien. En een dokter en goede vriend van de heer Weidenbos, die toevallig vanavond ook op bezoek was bij de heer Weidenbos, om hem te laten vertellen dat het onzin is en dat het helemaal niet waar is wat ze allemaal vertellen. Ja, dat is natuurlijk altijd het beste, toch? Informatie uit eerste hand. Absoluut. Want, u weet toch, ze zijn heel snel, toch? De media, de mensen zijn zo... ik weet niet wat ze bezielt soms, hoor. Het is, maar dit is geen officiële media. Het is alleen maar sociale media. Het is via WhatsApp en Facebook en zo. Dat ze dat soort berichten verspreiden en zo, zonder om na te gaan als het nou op werkelijkheid berust en zo. Het is soms echt ziekelijk, hoor. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dus, en zo brengen ze ook anderen in problemen, hoor, met dit soort gedrag. Ik weet niet wat ze eraan hebben, hoor. Maar laten we verder het beste voor hem hopen. En dat hij dan weer snel herstelt, toch? Zeker. Het is niet fijn zoals je daar ook ligt. Dat je dan ook een van anderen moet vernemen dat men al dood verklaard heeft. Ja, het is toch gek. Die man ligt voor zijn gezondheid daar. Ja. En dan hoort hij dat hij dood is. Ja. Dat is toch belachelijk? Ja, dat kan echt niet, hoor. En de vorige week was er nog een andere idioot. En die was daar naartoe gegaan. En die gaat dan verklaren later dat hij hem zou willen vermoorden. En de politie moest hem oppakken en hem daar verwijderen. Is toch niet te geloven? Ik heb het ook gehoord. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik dacht bij mezelf van, waar gaat dat heen met dit soort gasten? En warempel, deze meneer, die heeft ook vaker, zeg maar, een video boodschappen, via WhatsApp doorgestuurd en zo. Maar dat het zo erg gesteld is met hem in dit geval. Dus ja, dit is echt... Die man is gewoon niet goed bij zijn hoofd. Ja, echt extreem, want hij heeft wel vaker maar... dat ging meer over, helpen met goederen, producten en dingen sturen naar Suriname, weet je, voor de armen daar. Dus ik weet niet wat er in hem opkwam, hoor, en zo. En weet u wat het is met dit soort lanceringen van boodschappen en berichten? Dan zeggen ze dan gewoon na een tijdje doodlukt dat ze een glaasje op hadden. Dat ze dronken waren of dat ze niet wisten wat ze zeiden. Het is in een opwelling gebeurd en zo, snapt u?
Nou ja, maar dat maakt niet uit. Ze moeten ze hem gewoon oppakken. Ik weet het echt niet hoor. Het is echt niet normaal. Maar ja, hey, nou, we zullen het wel horen hoor. Wat voor gevolg dit zal hebben. Voor hem natuurlijk. Dus ja, echt heel raar is dat.